In deze editie van onze Moederdagserie is minister Amara Madin van Volksgezondheid het ermee eens dat Moederszondag verwend mogen worden. Maar tegelijkertijd doet de bewindsman ook een beroep op de samenleving om de COVID-19-maatregelen in acht te nemen. Gezien de COVID-19-situatie in het land moeten we Moederdag misschien met z'n allen op een andere dag vieren, gaf de bewindsman gisteren in een interview aan. Intussen is er een mededeling vanuit de regering gekomen dat er voor zondag een totale lockdown geldt. Maar het is gewoon traditioneel zo dat we het in mei doen. Laten we het in september doen. Er is een voorstel gekomen vanuit mijn communicatie en voorlichting van misschien moeten we dat doen. Het is kort tijd, maar misschien moeten we beseffen van luister, dat feest dat je hebt gepland met je moeder, stel het even uit naar september. Maar natuurlijk mag je altijd een bloemetje voor je moeder brengen, dat in een cadeautje. Dat mag wel, dat wil ik wel stimuleren. Maar let wel, geen setjes, et cetera. Het is te gevaarlijk, te riskant. En het zal zeker niet bijdragen aan de beheersing van COVID. Minister Amara Madin van Volksgezondheid. Hij benadrukt dat moeders nog altijd verwend mogen worden in huiselijk verband. Restaurants zijn zondag open voor delivery.